Voilà. Solidariteit. Zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen. Het is een goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu gaan we er echt voor gaan. Dus here we go. Ik heb het in een andere podcast gehad, vaak over het resetten. Ja. Van de ACBC. Dat je zegt van inderdaad, door veel topics, klimaat, volksgezondheid, COVID nu en zo, dat een beetje bewuste acties zijn van de overheid nu, om dan eigenlijk een overgangsfase te creëren naar dat radicale C. Nieuw. Ja, voilà, de C, inderdaad. En wat is dan C juist in dat verhaal? Want dat heb ik precies C niet, is dus A, even misschien voor de kijkers. Ja, kijk, ja, ja, A, C, B, C. Dat is een slogan van Klaus Schwab, de voorzitter van World Economic Forum. En die zei toen COVID kwam, dus in 2020 geweest, begin 2020, dit is een AC naar BC moment. En wat ze daarmee bedoelen, legt hij uit in een boek, heeft hij geschreven, dat kan iedereen lezen. Dit is geen vage complottheorie of zo. Ja. Dit staat daadwerkelijk op papier. Wij willen al heel lang, al dus hem, naar een heel ander soort samenleving toe. Okay. Dat was alleen een te grote sprong. Dus A naar C is een te grote sprong. Ja. En doordat er nu een pandemie is, een ramp, dit en dat, zitten we eigenlijk in een B-situatie. En van B kunnen we wel naar C. Ja. Dus dit is een unique opportunity. Dit is een window, een raam, een toegangspoort tot een andere wereld. En dat noemen ze nieuw normaal of een great reset. En wat is dat dan, was je eigenlijk je vraag. Wat is die C dan? Dat kun je het best vergelijken met de Matrix. Okay. De film The Matrix. Dus de mens wordt een machine, een productieeenheid, die feitelijk al zijn vrijheid kwijt is. Die weliswaar beleeft allerlei emoties. Verliefdheid, een beetje seks, een beetje eten, dat soort dingen. Maar er is geen wezenlijke, daadwerkelijke systeemvrijheid. Je kan je niet meer vrij bewegen. Je kan geen geld meer sparen. Je kan geen huis meer kopen. Je kan geen bezit verwerven. Je zal een zeer minimale reproductiemogelijkheid krijgen in de vorm van gezin en familie. En dat is heel weinig privacy. Geen integriteit meer van het menselijk lichaam. Geen eigen eten meer. Dat je bedoelt gewoon eigenlijk een meer communistisch model, ja, als ik het een beetje mag generaliseren. Ja, het is een neo-communistisch model. Waarbij dat allemaal gereguleerd wordt via artificial intelligence. Dus ook dat is à la The Matrix. En ja, dat is wat zij ook wel de Great Reset noemen. Dat wordt ook wel samengevat onder de Agenda 2030, oftewel de Sustainable Development Goals. Het heeft allemaal andere benamingen. Het zijn allerlei verschillende benamingen. Maar het fundamentele idee is hetzelfde. Een wereldregering waarin geen volkeren meer bestaan. Volkeren zijn zodanig verdund door massa-immigratie dat er geen volkeren meer bestaan. Wereldregering, geen volkeren meer. En een totale controle over het leven en de economie via controle over CO2-uitstoot. Dus klimaat, migratie en supranationalisme. Die drie elementen vormen de basis van een mondiale neocommunistische totalitaire staat in wording. En daar zijn ze mee bezig. Dat is wat gaande is. Dus al die nationale regeringsleiders, dat zijn zetbazen, dat zijn volstrekt onbelangrijke pionnen. En die worden in stand gehouden door een mondiaal financieel netwerk, een mondiaal medianetwerk, big tech, big spy, de grote geheime diensten en de grote multinationals en zo. Die leggen dat raamwerk over de wereld heen. Dat is nu gaande, via een aantal rampen, via een aantal crises, die heb je nodig. Dus COVID was natuurlijk helemaal geen enkel probleem, was gewoon de griep, maar dat is gigantisch opgeblazen om verplichte vaccinaties, mass surveillance, noem het allemaal op, te implementeren. Ja, vervolgens restaurant gevuld, de dingetjes in en dit en dat. Ja, cool. Ja, en vervolgens kregen we de oorlog in Oekraïne, dus is ook gecreëerd, is dus gewoon ofwel geforceerd door de Amerikanen, ofwel Rusland speelt onder één hoedje mee. Dat weten we niet precies wat de rol is van de Russen, maar dat is op dezelfde manier een gecreëerde crisis. Het gaat ongeveer nog anderhalf jaar duren, voorspel ik. En dan krijg je climate lockdowns, stikstof lockdowns, vlees eet lockdowns. Dan mogen we even allemaal een maandje geen vlees eten enzovoort. We worden dus gecontroleerd armer gemaakt. En
grote investeringsbedrijven kopen alles op, zoals huizen, BlackRock enzovoort. Ze kopen alles op, zodat je alleen maar kan lenen, zodat je geen eigendom meer kan verwerven. Zodat je dus ook geen macht meer hebt tegenover de staat. MKB-bedrijven gaan allemaal failliet. Dat hebben ze ook al gedaan. Die lockdowns, extreem effectieve manier om het allemaal kapot te laten gaan. Dat zijn onze KMO's. Ah, ja, okay. Ja, nou gewoon, ja, dus winkeliers, klein taxibedrijfje en zo. Het gaat allemaal omvallen. Ja. Zodat multinationals, grote Uber en zo, die hele grote conglomeraten het allemaal kunnen opkopen. Mm-hmm. En die worden weer semi-afhankelijk gemaakt van die superstaat. Cashgeld verdwijnt, zodat er geen enkele uitgave meer anoniem is. Alles wordt geregistreerd op een blockchain. Dat wordt door kunstmatige intelligentie geanalyseerd via een algoritme zoals Facebook en Google dat nu ook al doen. En daar wordt je CO2-footprint aan opgehangen. Daar wordt je belasting en je sociaal krediet wordt daaraan gemeten. Dus dat is wat ze aan, dat is wat ze aan het bouwen zijn. Dat is de wereld van de toekomst. En daar is niets geheimzinnigs aan. Dat is het interessante eraan. Dit staat in 100 rapporten die iedereen kan downloaden. Iedereen kan het lezen. Hier wordt openlijk, nu in Davos, openlijk over gesproken. Dat is geen enkel probleem. CEO van Alibaba. Heel verhaal. Ja, we kunnen binnenkort kunnen we precies tracken. Wat al je uitgaven zijn met gezichtsherkenning. Als je in een winkel binnenloopt. Je kunt gewoon dingen pakken uit de schappen en weglopen. Je hoeft niet eens meer te betalen. Mm-hmm. Diefstal bestaat straks niet meer. Mm. Want alles wordt toch gecontroleerd. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk verkocht aan burgers als een grote vooruitgang. Maar er is een catch. Want je raakt dus je vrijheid volledig kwijt. Dat is de wereld in wording. Okay. En ik behoor tot de laatsten die nog daar iets tegen proberen te doen.